blij dat dit alternatieve songfestival er is. Want hier gaat het echt om zingen. De laatste jaren gaat het eigenlijk meer om de show. En de ziel zingt eigenlijk niet meer mee. En dat vind ik zo mooi aan de andere finale. Daar zingt de ziel weer mee. Eigenlijk was je een beetje een avonturier. Ik ben een goede stem. Ik ben gewoon een zigeuner. That's life. I tell you. And I can't deny it. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat... Na dit programma mensen zich realiseren dat het henzelf ook kan overkomen. Want het kan namelijk iedereen overkomen. Je hoeft alleen maar op een gegeven moment met twee hypotheken te zitten, ontslagen te worden en je vrouw gaat weg. Nou, dan is het al zover. Want dan trek je het gewoon niet meer. En dat is misschien een reden om toch iets minder neer te kijken op mensen die geen mazzel hebben. Mensen eigenlijk hele gewone mensen zijn, maar met bijzondere levensverhalen. Vaak door een bizarre speling van het lot aan de zijlijn terecht zijn gekomen. En nu staan ze er weer. En wel volop in de spotlights. En dat vind ik fantastisch. Ik hoop echt dat ze thuis op de bank ook mee zitten te zingen. Zou toch geweldig zijn? Oh, 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 oh.